Welkom op de barbecue van mensen met een seksuele overdraagbare aandoening. Met hoeveel mannen heb je al seks gehad? 5. Het Solketje, het Rogillo, Pieter, Timsel. Ik zit gewoon op. We staan hier bij Barry Peerplace, de bekende streamer van de Camp of Danger Boys. Ja, en ik ga hem zo meteen uitdagen voor een potje armworstelen. Ja, ben je er klaar voor? Ik helemaal, ik heb de afgelopen... Dan zullen we eraan beginnen. Ik zie een kwakske. Als ik dat niet zie. Down the road. Het is de eerste wedstrijd van de dag, dus het zou jammer zijn moest ik verliezen tegen Barry Beer. Ik ga mijn best doen, hè. Gevaarlijk zien is als je een arm zo gaat. Ik begin echt. Get ready? Oké, guys. Full focus, full focus. 3, 2, 1, go! Omjom, omjom! What the fuck? Dit was de eerste wedstrijd. Op naar de volgende tegenstander. Ik dacht dat dat echt een dwaas was, hè. Ja. Fuck, I'm gonna get freaky with you! Het is linkshandig, maar dat is geen probleem. Want ik wissel af. Ik los er weer op een dag. Geen kans, Jan. Sexy. Ah, quasi garçon. Hey, je paaltje vastpakken. 3, 2, 1, ja! Ja, maar je is een boterkraai, jongen. What the fuck? Ja, jongen. Hey, druk de tafel naar beneden. Ah. Wedstrijd 2 gewonnen. Hey, no joke. Nog mee dat jij wint, hè, man. Wat de fuck? Gast, jij bent gans glad. Oké, we hebben het twisted resultaat. We zullen een tweede wedstrijd doen. Nu eerst al de rest. Komt dan een keer, want dan een keer vast spelen, man. Met die genoeg. Oh nee. Ja, go. Je staat in de traal. Maar wat? Hier, nu van boven. Zit hem dan in de eerste, jongen? Ik sta in de traal zetten. 3, 2, 1. Pak het terug! Je gaat dus zo, jongen! Ja. Dat is toch allemaal zo? Dat was bij mij, hoor. Je doet zo. Natuurlijk, hè. Ik moet wedstrijd 2 gewonnen. Dat is al 2 man gedaan en 2 man op dezelfde klacht hebben. De volgende tegenstander heeft veel zelfvertrouwen. Het is meneer Kenny van Monster. Ofwel, Monster Kenny genoemd. Zullen we een bijnaam opdoen? De drol van Dendermonde. Hey. Ja. 3, 2, 1. Je gaat daar aan hangen! Je mag toch niet terug knieën? Dat hoor je toch niet? Jawel, er gaan wedstrijd 3 gewonnen. Dankjewel, Kenny van Monster. Hoe is dat? Goed, joh. Nee, goed, joh. Je gaat niet meer twijfelen. Ik denk van, hoe die gaat ziek vallen of zo. Gaan we nu zo een keer met dat klet. Kom, dames en heren, bij onze 5e ronde armworstelen. Abolik tegen Bobbles. Abolik, de undefeated champion. Ready, set, go! Ja, dat was niet. Die man, wat fuck je? Doe maar, jij mocht toch niet Abo zo... Equals. Nee, Abel. Abo ja, dat equals. Mag wel. Dat is niet tegen de regel. Klaar voor de volgende tegenstander in te maken. Klaar? Ja. Oké. 3, 2, 1. Dit is zo easy. Waarom begint iedereen met 2 altijd? Maar dat is ook zo. Nog een slachtoffer. Een slachtoffer, my arse gast. Ja? Niet door je knie gaan. Oh, ik klet op de lus. Wait, nu mijn rechts, joh. Maar hij gebruikt echt zijn bril. Hij doet een klassieke test. Dit is echt, ja. Op de enige met tafel kunnen we smetten. Dit onder dat masker ook. Doping. Maar het feit dat het. Kom op! Maar nee! Kom aan, kom back!
Maar hij staat op zijn tuppen nu. Maar nu, de volgende tegenstander, de man met de grote baard. Lange baard. Dat is het. Ik fucking lange armen. Kunnen we onze channel points opzetten? Ik kan hier wel iets aan verdienen. Maar je direct al dat draaitje. Kunnen wij subscriben? Ja, nee, toch niet. Ziet hem trekken, ziet hem hangen. What the fuck? Zie hem gaan, dan is het. Dat is wel een duur, hè? Maar check hem, duur hem maar. Ja? Maar hoe gaat hij al zo liggen? Ah ja, I know, het is letterlijk vals. Lessen beschikbaar. Volg mijn YouTube-kanaal. Door het gezag van Kenny Door. Nog een win, oké. Undefeated. Komt David ook achter een aantal jongens op nu. Nee, even rustig. Ja, maar nu is Kevin ook al even rust aan nemen. Want David, speciaal uit Finland naar hier gekomen voor een armworstelduel met mij te doen. Niet voor de Dinoctime Barbecue. Voor een armworstel. Maar nog even rusten, want David is al een beetje ouder. En hij is zijn rustig. De volgende keer zo gewoon zo. Hij staat met armen gekruist. Hij krijgt een dikke ader op zijn voorhoofd. Zijn hij wist, hij ziet er mooi op die stapel in. Kunnen we een beetje? Oké. Te veel druk. Moet wel een pak aan zijn benen. Fai. Ik wil geen spanningen, oké? Okay? Ja. Geen spanningen. Oké. Okay. Ja, drie. Zie je dat? Ik zeg geen spanningen aan mij. Ah ja, maar ja, dat doen we. Allee, drie, twee, één. Oh nee, dat kan ik. Kom op, David, doe het! Door de knieën! Pak dat, hoor! Door de knieën! Met mijn kop! Kom op! Dat is toch vijf? Dat is niet te lang! Kijk, dat is al kakker! Hoppa! Ja! Ik heb een keer voor de camera zo. Hey, en niet door zijn knieën. Ja, wel. Ja, hij toch. Hij durft hem niet op het zeggen. David zegt zijn. En dan zo halverwege. Dikke proficiat aan David voor met die gouden medaille. Gorilla met de zilveren medaille in het armworstelen. En mezelf met de bronzen medaille. De armworstelsessie mee. Gorilla was helaas niet gefilmd. Maar eerlijkheidsgewijs biecht ik het hierop. Ik... Uiteraard met de gouden medaille in de linkshandige categorie. Prachtig. Mag ik toch wel de eer met opstrijken. Maar, desondanks, ik ga fucking hard trainen. En ik ga David en Gorilla zo spoedig mogelijk verslaan in het armworstelen. Dat zou mij heel gelukkig maken. Anyway, als je het een leuke video vond. En als je wilt dat ik naar Finland ga om David uit te dagen. Doe een duimpje omhoog. En abonneer op dit prachtige kanaal. En laat een reactie na. Het was echt super leuk om jullie allemaal te ontmoeten op de barbecue. En voor zij die er niet bij waren, no worries. Er komen nog super veel events. Voor corona heb ik super veel events gedaan. Met iedereen erbij. Dus komt allemaal in orde. Ik ben onderweg, David. Jaynox zit niet in mijn filmpje. En dat vind ik kut. Want Jaynox heeft ongelooflijk insane veel werk gestoken in de barbecue. Super veel stress aangehad. Ik vind dat echt insane. Ik zou het zelf niet kunnen. Dus fucking mad respect naar een Jaynox. En geef hem veel liefde. Volg hem zeker als je het nog niet hebt gedaan op Twitch en YouTube en Instagram en TikTok. Dikke merci Jaynox voor de moeite te doen. En dat ik nog steeds in uw fucking hangar mag streamen. En dat ik nog altijd niet ben opgegeten door Beer. Nice.